net voldoende overhouden om straks met een penseel te weten waar ik moet zijn. Er zijn tekenaars die kunnen dat, die kunnen van zo'n schets als dit kunnen ze exact, als ze straks gaan inkten, dan inkten ze precies over de potloodlijn heen. Maar voor mij is het altijd een beetje godzegende greep. Is het meer een beetje een indicatie waar het penseel straks moet komen. Maar op een gegeven moment kregen die figuren van zulke ontzettende zeilvoeten dat je bijna geen normale tekening meer kon maken. En zo ben ik er overgegaan om van het ene verhaal op het andere om weer een ietsje naar het normale te trekken. Zo, meestal doe ik daar zo'n stel bewegingsstreepjes. Om aan te geven dat hij heel voorzichtig dat dingetje draagt waarop dat geminiaturiseerde mensje staat, zodat ze niet afgeblazen kan worden. Want dan vinden ze er nooit terug natuurlijk. Oh ja, een hele andere stijl. Ja, bijvoorbeeld dat is die proefpagina die ik maakte voor het Parool. Of het proefplaatje wat ik maakte voor het Rotterdamse Parool. Voor Frank de Vliegende Hollander. Naar aanleiding van deze heb ik dus, van deze kon ik dus die strip gaan maken. Ja. Nou, ja. Heb je dat daarna nog wel eens gedaan? Ja hoor, ik heb daarna nog wel eens meer realisties getekend. En geschilderd is. Even kijken. Contactlenzen in hebben en dan een leesbril, maar daar heb ik de laatste tijd niet zo vaak in. Ja, hij is toch iets groter. Kijk, nou vind ik bij nader inzien als ik terugkijk naar die andere plaatjes, dat ik dit mannetje eigenlijk een beetje te klein heb geschetst hier, dus dan zet ik zijn hoofd ietsje hoger. Ik moet natuurlijk wel rekening mee houden dat ik nu zijn beentjes niet in de lucht laat bungelen. Zo. Dat is iets langer. Dat is nou het lastige van dat blauwe potlood, het stuft. Alleen hoef je die niet weg te stuffen, maar als je het weg moet stuffen, dan stuft het ook slecht weg. Niet meer hoe ze eruit zien. Zo, ik krabbel het tekst er vast een beetje in.
Nietzsche wel Russisch. Is dat echt Russisch? Ja, dat is echt Russisch. Nietzsche wel. Even de lijntjes zetten voor de tekst alvast. Dat is een apparaatje, daar kun je regelmatige afstanden mee uitzetten. Dat wel de goede maat is.